Ik ben Jolien, jij nooit momenteel beneden in ons koffie en ons theeëtje de opstart van onze zaak aan het doen. Het is nu ochtend, het is 8:40 uur, dus het is nog best nog wel vroeg. Maar ik heb hier eventjes hierboven alles onder handen genomen, of hoe noemt dat zo precies? Ik heb eventjes onze koffertjes van onze trip naar Duitsland. Ik moest er al echt door nadenken van waar waren wij nu weer eens. Ik heb eventjes juist onze koffertjes van onze trip naar Duitsland allemaal aan het opruimen geweest, als aan het uitladen geweest. De was in de was gedaan. De badkamer speeltjes terug in de badkamer. Die dingetjes allemaal, want dat is ook wel heel erg belangrijk. Ik vind dat als het zo hier zo onordelijk begint te liggen, dan stapelt het gewoon maar bij op en bij op en bij op. En dan heb je daarna heel erg veel werk. Dus nu was ik gelukkig klaar. Ja, in een half uurtje tijd denk ik ongeveer heb ik alles hier opgeruimd. Heb ik ook nog twee volledig volle wasmanden die ook al net gestreken waren aan het uitladen geweest in de kasten. Dus we hebben plotseling terug superveel kleren in onze kast. Ik verschoot er eigenlijk van hoeveel t-shirts dat jij nog heeft. Plotseling hier een hele stapel t-shirts. Hier lag daar straks bijna niets meer. En dat is nu toch al wel veel meer. Ik krijg trouwens ook de laatste dagen de vraag van hoe komt het omdat je zo witte tanden hebt. Kijk, ja, mijn tanden zijn dus echt dus wel witter geworden. En dat komt omdat ik sinds kort Coco Clean gebruik. Dus zoiets met op oliebasis, op een kokosoliebasis. En dat zorgt er gewoon voor dat je veel wittere tanden krijgt. En ik ben er echt helemaal verzot op. Jeroen gebruikt het trouwens ook. Bij hem werkt het ook goed. Dus dit trouwens hier. Coco Clean. Oil pulling. En nu is het zomaar heel klein beetje zo lopend. Dat is omdat ik het daarnet onder de kraan heb bijgehouden. Onder warm water. Dan wordt het een stukje lopend. Moet je gewoon eventjes een dopje vullen met het eigen product. En 5 of 10 minuutjes zo doen in je mond. Het ziet er heel dom uit, ik weet. En dan daarna uitspugen en dan... Ja, dat is eigenlijk echt wel eigenlijk er tevreden over ben. Ondanks dat we het nog maar 4 dagen aan het gebruiken zijn. Dat is wel niet zo heel erg lang. Maar ja, we zijn er wel echt op fan. En bij Jeno helpt het ook heel erg om zijn tandplak weg te krijgen aan zijn tanden. Ik heb dat eigenlijk in het algemeen ietsje minder. Maar bij mij werkt het gewoon wel heel erg goed. Om ja, door toch wittere tandjes te krijgen. Althans, ik poets elke ochtend mijn tanden. Maar eigenlijk zou ik het 2 keer per dag moeten doen, zegt onze tandarts. Maar dat vergeet ik gewoon soms samen als ik dan zo bezig ben. Om mij klaar te maken of ik lig nog maar net in bed en denk ik van oh, mijn tanden vergeten te poetsen. Dus ja, kijk, toch wittere tanden, ondanks ik dus niet elke dag mijn tandjes poets. Ik poets dus wel elke dag mijn tandjes, zeg ik nu eigenlijk. Ik poets dus wel elke dag mijn tanden, maar gewoon niet 2 keer per dag. Hier staat nu ook een babybedje. Is niet voor onszelf. Nee, we gaan niet zelf in een babybedje slapen. Dus voor als baby Juan op bezoek komt. Hier zie je het eruit beter. Dan, ja, dan kan hij nu vanaf nu ook hier lekker bij ons in een bedje slapen. Hiervoor sliep hij bij ons in het grote bed. Maar dat vonden we eigenlijk een beetje gevaarlijk. Hier, als mijn mama dan bijvoorbeeld dan beneden was. En baby Juan die lag hier dan nog in het grote bed. Ja, dan kan hij natuurlijk ook uitvallen. Dat vond ik een beetje gevaarlijk. Ook al maakte hij zo helemaal zo'n fort van die kussens. Dat hij er zeker was niet meer zou kunnen uitvallen. Maar hij wordt gewoon veel actiever. En dat zorgt dus ook voor dat hij er dus toch wel eventueel zou kunnen draaien of keren. En dan is zo'n babybedje gewoon veel veiliger voor de lieve schatje baby Juan. Om lekker te kunnen slapen bij ons als hij op bezoek komt. En hoepa. Ik zit er zelf nu ook in ons eigen bedje. Het is hier zo trouwens een dekentje dat eigenlijk niet van ons bed is. Dat is zo een dekentje dat we eigenlijk in onze zetel gebruiken. Maar we hebben nu zoiets besloten. Maar we hebben hieronder gewoon het hoesje van ons bed. Dus dit hier. En dat vonden we een beetje soms wat te koud. Want het is nu wel iets warmer. Dus voor ons wel prettig als het dan toch lekker warm is. Dus konden we dat dan eigenlijk gebruiken. Maar ik had het dan vannacht dan koud. En heb ik deze maar erbij genomen. En die vind ik ook zo heel erg zacht. Maar ik denk dat het nu al bijna tijd wordt om naar beneden te gaan. Om Jeno te gaan vervoegen. En een beetje helpen. Want we hebben dadelijk ook nog ontbijters in ons koffie en ons theeasje. Dat moet ik natuurlijk allemaal nog in orde brengen. Jo, ik heb een hoesje gekregen van Jolien. Het is vandaag opgestuurd voor mijn telefoon. Maar ik zit zo te voelen, hè, dat weegt echt wel veel. Eigenlijk, hè, weegt dat bijna evenveel als mijn telefoon. En het wordt ook nog eens, door het hoesje, wordt mijn telefoon nog eens groter. Dus ja. Ik weet het niet. Toch, ik heb het ook. Het is een mooi cadeautje, maar... Ik heb het bij de mijne ook en het maakt het inderdaad een beetje groter. Maar het zorgt er wel voor, als hij valt, dan is hij wel veel beter beschermd. Mm. Dat is misschien toch ook wel goed voor jouw telefoon, want hij is al een paar keer gevallen en dan is hij binnenkort een keer kapot.
mijn krasjes op. Nee, niet helemaal akkoord. En handig is dat hier ook zo'n kaartje kan stoppen. Ja, zij is helemaal voorstander voor zo'n gsm hoesje, ik niet eigenlijk. We zijn nu in de keuken. Jolien is aan het koken voor klanten bij ons. Maar het nadeel daarvan vind ik, zo'n ding wordt dus zwaarder. En het is best wel zwaar, zo'n hoesje. Dus je telefoon wordt sowieso zwaarder. Als ik dan met het hoesje open en met dus het scherm naar beneden op de grond valt, dan is je scherm er veel erger aan toe dan dat het gewoon zonder hoesje naar beneden valt. Toch? Ja, toch wel, omdat hij dan veel zwaarder is en dan valt hij sneller mee. Ik weet niet, ik vind het een moeilijke beslissing. Ik heb hem er net al eens eventjes ingestopt, maar hij zit ook totaal niet handig in mijn zak zo. Ik wil het gerust eens een paar dagen proberen, maar ik denk toch dat ik het. Omdat ik nog niet direct een hoesje had, heb ik mijn telefoon maar gewoon gebruikt zonder hoesje. En ik moet eigenlijk zeggen dat ik dat veel aangenamer vind aanvoelen. Ook, het ligt ook heel gemakkelijk in de hand dan met zo'n toch wel cheap hoesje eigenlijk. Ik weet niet. Niet helemaal overtuigd. Geotie is gesloten, ons koffie- en theehuisje. Als je eens wil langskomen, gewoon eens over onze website checken. Geotie.be en daarin vind je onze openingsuren. Jolien zit lawaai te maken met onze koffertjes die we nog moeten terug naar boven brengen. Hier hebben we zo'n zolderkamertje zo. Zolderkamertje, als een overloopje boven de woonkamer. Waar we dus een beetje een bergruimte eigenlijk, waar we die koffertjes kunnen plaatsen. We hebben nog steeds geen house tour gedaan eigenlijk bij ons thuis, dat besef ik nu plots. Moeten we dat echt wel eens dringend doen, dan kunnen we eens de bureau heb je misschien al een paar keer gezien en de woonkamer ook, maar onze slaapkamer misschien wat meer in detail. We hebben ook, Jolie heeft ook een dressing, onze badkamer, misschien dat dingetje hierboven ook eens laten zien. Onze zolder, ons toilet. Zo, nog wat ruimtes die je misschien nog niet hebt gezien, ons terras misschien wat nader bekijken. We gaan het eens moeten doen. Trouwens, ik heb er toch voor besloten om mijn telefoon nog helemaal naakt bij te houden. En koop ik eens een keertje iets en dan ben je er weer aan niet tevreden mee. Jawel, ik ben daar wel tevreden mee, maar ik weet het nog niet. Ja. Ik moet mij ook dringend eens scheren. En ik heb net met deze telefoon heb ik een eerste video gemaakt op Instagram video. Ja. Daarop zijn we nu ook te vinden. Gewoon even zoeken naar Jolien en Jeno op Instagram. Jolien, _ Jeno. Ja. En dan even doorklikken naar onze Instagram video. En misschien staat er dan wel iets op. Ik weet niet of jullie dat er juist gehoord hebben, maar er passeerde net een auto met heel erg veel lawaai. Misschien een auto, denk dat het een motor was. Ik weet het niet, maar er was wel heel veel lawaai. Jolien heeft een lekkere ovenschotel gemaakt. Ja, het ziet er lekker uit, hè? Ik vind het wel. Maar ik heb al veel te veel gemaakt, dus dat is ook handig weer al voor morgenmiddag. Dan hebben we een lunch en misschien nog morgenavond, als we dan nog wat over hebben. Als we tegen dan ook nog niet beu gegeten zijn. Ja. Dus daar gaan we lekker van smullen. En we zien jou waarschijnlijk morgen terug in een nieuwe video. Ja. Check dus eventjes ons Instagram-account, Jolien_Piano met video. En Dan krijg je meteen misschien ook de vraag van, gaan jullie volledig voor Instagram video en gaan jullie YouTube verlaten? Nee, natuurlijk niet. We nemen het er gewoon eventjes bij. We kijken hoe het loopt. Loopt het prima, dan gaan we ermee door. Loopt het mank, dan stoppen we er ook weer gelijk mee. Ik denk dat het eigenlijk zo'n beetje iets gaat zijn zoals Snapchat. Een fase waar je meer gaat eigenlijk gebruiken, maar daarna weer iets minder. Snapchat zijn we mee gestopt. In Instagram geloof ik meer. En Instagram Stories heeft eigenlijk een beetje Snapchat overgenomen van ons. Dus je zou misschien wel kunnen stellen dat misschien wel Instagram nu weer probeert YouTube onderuit te halen. Om zo door de videoplatform te maken. Ja. Maar ik ben niet helemaal overtuigd, want je kan een Instagram video momenteel alleen maar verticale video's maken en bekijken. En laat ons eerlijk zijn, zo'n verticale video, dat staat gewoon niet. Zelf op een smartphone vind ik verticaal naar een video kijken, dus recht, vind ik eigenlijk een beetje vervelend. Ik weet het niet. Geef mij maar gewoon horizontaal, zoals nu. Dit staat toch gewoon niet. Als je zo de hele tijd naar ons moet kijken, het is toch iets vreemd, hè? Nee, ik...
Ik weet het niet. Ik geloof er niet meteen in. Maar we zullen zien, dus, zoals ik al zei, we zullen zien wat het uitkomt. Het is grappig, want onze eerste video die gaf meteen eigenlijk een beetje een probleem. Want ik heb dus de apps laten zien op mijn Nintendo Switch. En dat is eigenlijk ook een heel horizontaal toestel. Ja. Dus ik moest daar de hele tijd zo over gaan. Dus ja, meteen al een eerste probleem. Volgens mij moeten er ook wel voordelen zijn aan horizontaal filmen. Maar dan misschien eerder dan, ja, gewoon iemand één in persoon nemen. En langer, dus dan kan je echt wel gaan zo de hele tijd. Maar ja. Ja. Voor ons, voor mij, beperkt het heel veel dingen. Ja. Maar we zullen zien. Ja, we zullen zien. Laat eens even hieronder in de reactie weten wat jouw Instagram-account is. En of jij ook Instagram-video hebt. Ik ben wel eens benieuwd. Dan kunnen we misschien eens kijken naar jou. Oké. Zeker als we nu gaan lekker eten, als het eten gaat koud worden. Janine heeft wel een kledij-switch gedaan. Ja, ik heb dus net ook een beetje mijn chille outfit aangedaan. Om hier in huis rond te lopen. Alright, chilly willy. En tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.